Welkom bij weer een nieuwe aflevering op het YouTube kanaal van Darts Actueel. Ook vandaag zijn wij weer in Rotterdam bij Dart Café het Viaduct en zien wij een jeugdig talent wat zometeen in actie gaat komen op het Jeugd WK hier in actie. Welkom bij Rotterdam Jeugd WK. Ik ben 20 jaar en kom uit Dordrecht. Mijn beste prestaties zijn het winnen van de Dutch Open 2014, het winnen van twee Development Tour rankings en het winnen van de Q-School. En ik zit in het rood tot Jeugd WK. Nou Mike, welkom in rood tot Jeugd WK. Yes. Ja, je hebt natuurlijk als toolkaart gehouden ook een beetje een voorrangspositie op het Jeugd WK. Dat is mijn favoriet. De mensen kijken toch tegen je aan. Is het de Development Tour ook zo? Dat mensen tegen jou aankijken als toolkaart houden? Ik denk dat ik... Dat je het somber merkt, dat je tegen relatief gezien minder spelers staat, dat ze toch wel tegen je opkijken. Ik herken het ook wel van toen ik nog wat jonger was en keek ik ook wel op tegen de soort gasten. Ja. Dus ik denk dat het wel een rol speelt, maar er zijn zoveel goede spelers op het Development Tour. Voor mij is het 14, 15 in de Tourpetto. Tegen die gasten maken niet zo'n groot verschil. Sommige wedstrijden merk je wel dat de spelers wel zeker nog wat tegen zijn. Speel je natuurlijk je toolkaart gehaald dat je op Q-School tweede dag? Tweede dag, ja, dat is een bijzondere dag. Vertel eens over die dag. Het was 4 januari en dat was mijn verjaardag, mijn 20ste verjaardag. Ik had de eerste dag van de Q-School gespeeld eigenlijk heel erg goed. Voor de derde ronde, maar ik stond echt heel goed te spelen. Dus ik had echt een goed gevoel voor de volgende dag. Ik ben op tijd naar bed gegaan en toen kwam een maatje nog wakker maken s'nachts. Van gefeliciteerd Mike. En toen vertelde ik hem nog van... Zo, ik heb echt gedroomd op mijn toekomst. Dus, dat was ook echt, dat had ik echt gedroomd. Ik denk, ja, goed vooruitzien. Ik ga me voorbereiden de volgende dag. En ik speel fantastisch toernooi en ik win. Dat is echt heel bijzonder. Ja, jij gooide zeker fantastisch in dat. De laatste vier rondes gooi jij tegen 100 of boven de 100 gewinnen al je partij. Had je van tevoren, toen je in de hielden zijn ging, gedacht dat jij je toerkaart zou halen daar? Ik had niet gedacht van, ik ga hem... echt halen. Ik heb wel altijd gedacht gehad van ik kan het halen, in potentie dat het komt. Maar ik had niet verwacht dat ik hem zou halen. Nee. Want ik had echt een hele rotperiode achter de rug van 2 jaar lang datritis, waardoor het gewoon echt wel een meter meer ging. En eigenlijk 2 weken voor de Q-School kwam ik er een beetje van af. En toen dacht ik van ik ga gewoon de Q-School voeren. En we gaan er gewoon in met een open gevoel en gewoon zien. Ik heb altijd gedacht ik kan het. Uitkwam als maar de vraag. Het is er zeker uitgekomen. Nou, absoluut. Wat een fantastische dag was dat. Ja, oké, Mike, je speelt nu elk weekend tussen de grote mannen op de Pro Tour. Maar we kennen jou natuurlijk al als talentvolle darter. In 2014 won je de Dutch Open bij de junior al. Ja, 2017, je eerste volledige jaar bij de Development Tour, win je ook gelijk 2 titels. Daarna is 2 jaar wat minder gegaan. Vertel er eens over. Ja, klopt inderdaad. Ik begon dus inderdaad met die Development Tour 2017. En in mijn derde en vierde weekend won ik allebei de weekenden in de Development Tour. Vanaf dat moment had ik zoveel vertrouwen, kreeg ik zo'n boost. En van de een op de andere dag begon ik wat te haperen en te trekken en te doen. En voordat ik het wist had ik datritis. Ik wilde het zelf eigenlijk eerst niet geloven, maar het is toch echt gebeurd. Ik heb er 2 jaar lang mee lopen struggelen met heel veel downs, heel weinig ups. Het was echt een hele moeilijke tijd. Dus vandaar dat de laatste 2 jaar mijn resultaten op de Development Tour best wel weg zijn gebleven eigenlijk. Ja, dat was echt een hele moeilijke tijd voor mij. Ja. Hoe kom je daar in vredesnaam vanaf? Ik kan helaas niet een precieze antwoord daarop geven. Ik heb heel veel geprobeerd, ik heb therapie gevolgd. Ik heb echt van alles gedaan wat je maar kan voorstellen. Van fysio tot chiropractor tot dry needling, echt alles gewoon. Niks hierop. Het is echt. Ik kan er niet echt een antwoord op geven. Bij mij is het. Ik ben een half jaar gestopt met darten. Ik heb echt een half jaar geen pijl aangeraakt. Ik had het aardig opgegeven. Toch is het weer gaan kriebelen. De pijl weer opgepakt. En toen is het beetje beter gegaan. Toen weer een terugval vorig jaar op het Jeugd WK. Ook een zware terugval. Maar vlak voor de Q-School was ik er eigenlijk ineens vanaf. En ik weet nog steeds niet hoe.
ik ben er wel blij mee. Ja. Dat uiteindelijk toch weg is gegaan. Ja. Maar het was echt een hele rockperiode. Ja. Ja. Ja, dat wens ik nu nog toe. Gelukkig gaat het nu wat beter met je. Hè? En ja. Je speelt nu op de Tour. Maar we zien toch dat het, de laatste paar weekenden gaat het wel wat beter. Ja, dat wel. Maar hoe moeilijk heb jij het eigenlijk gehad in die eerste paar toernooien? De eerste 20 toernooien, vooruit mijn schatting. Ja, ik heb het heel. Ik heb het, allereerst vind ik het natuurlijk onwijs gaaf dat ik er sta. Dat is echt een jongensdroom. Maar goed, als je er eenmaal staat, wil je wel winnen. Ik bedoel, daar ga je natuurlijk voor. Ik ga er niet voor niks heen. En de eerste 8-9 weekenden, dat was zowat achter elkaar, elk weekend, verloor ik alles in de eerste ronde. En dat is best wel pittig, weet je. Er komt veel bij kijken. Al het reizen en het denken en doen. Er komt best veel bij kijken. En dan is het niet leuk als je niks wint. Gewoon niks. Dat is moeilijk. Maar gewoon door blijven vechten. En de resultaten komen nu wel steeds meer. De gemiddeldes worden wat constanter. Krijgen we meer vertrouwen in. Dus ja. Maar het zijn allemaal leermomenten. Al die verliesweekenden zie ik ook als leermomenten. Het zijn allemaal. Hoe zie jij die periode van je eerste 2 jaar Tourcard? Heb jij echt als doel, ik moet die top 64 in? Of zie je hem als onderdeel van je ontwikkeling als nog hele jonge darter? Als ik nu kijk, wordt het heel lastig om die Tourcard te houden. Dus ik ga zeker niet mezelf de druk opleggen van je moet het halen. Dat verwacht ik niet van mezelf. Ik weet wel dat het erin zit. Maar ik ga er niet vanuit. Ik zie alles echt als een leermoment op dit moment. En volgend jaar heb ik er echt heel veel zin in. Daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. En misschien gaan er hele mooie dingen gebeuren. Misschien niet. Maar ik ga er gewoon met volle vertrouwen in. En dan zien we het wel. Als het niet lukt, ga ik het gewoon opnieuw proberen. Ja. En wij gaan het met je mee volgen. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Binnenkort het Jeugd WK. Ja. Jij gaat daar als tourkaarthouder in. Dat brengt inderdaad toch in meer of mindere mate, denk ik, een favoriete rol mee. Misschien een klein beetje, ja, er zijn maar 14 of 15 tourkaarthouders die meedoen, dat zijn er best veel. En ik weet ook van mezelf op een goede dag dat het kan, dat ik het echt kan winnen. Maar het zal een zware dag worden, het niveau is hoog. Maar ik kijk er wel naar uit, ik heb er echt veel zin in. En wanneer ga jij naar huis met een tevreden gevoel? Uiteindelijk kom ik dan met één doel, want dat is de finale halen van de WK. Als ik niet de finale al en maar wel goed gespeeld heb, kan ik er nog wel positieve uithalen. Maar uiteindelijk kom ik dan met één doel, dat is alles winnen op die dag. Daar ga ik ook echt mijn uiterste best voor doen. Dus daar gaan we van. Goed, JeugdK. Dan moet je natuurlijk wel met dartpijlen spelen. Dus ja. Zeg, pak je pijlen erbij, want dan gaan we naar het kopje materiaal. Ja, helemaal goed. Zijn. Nou, die pijlen heb je nou in je hand. Yes. Vertel eens wat over, word je gesponsord? Ja, ik word gesponsord door Wimma. Al vlak nadat ik de Dutch Open won 2014, dus al bijna 6 jaar nu. Ik gooi met stratospijlen, daar gooi ik al bijna 4 jaar mee, dus best wel lang al. Dus ja, dat eigenlijk. Stratospijlen, 24 gram. Medium shafties, normale flights, normale punten. We zien dat jij een ringetje door je shaft heen hebt. Of door je flight, sorry, even opnieuw. Ik zie dat jij een ringetje door je flight heen hebt. Vertel er even over, waarom heb je dat? Waarom heb je niet een ringetje eronder of een losse ring? Ja, ik heb dus zo'n knipper thuis liggen. Daar knip je dus zo'n gaatje in je flight mee waar je dan je ringetje in kan doen. En dat doe ik eigenlijk omdat ik het zelf heel vervelend vind als mijn flights elke keer van mijn pijl afvliegen. Als je dat niet hebt, dan vliegen meestal je flights, die vallen sneller van je shafts af. En door nu zo'n ringetje en zo'n gaatje te doen, dan klemt hij zich vanzelf vast. En dan heb je bijna geen flights meer die eraf vliegen. Dat vind ik zelf. Dat scheelt je een paar keer bukken. Ja, dat vind ik gewoon veel fijner, joh. Dan heb je dat, hoef je niet altijd te bukken, inderdaad, precies. Ja. Ja. En je punten, ik zie dat je niet met grippunten speelt. Nou weten we dat op de Tour er veel geklaagd wordt over de borden. Ja. Jij geen problemen mee dus? Ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met de unicorn borden. Nee, ik hoor er wel veel mensen over klagen, inderdaad. Maar ik heb er nooit problemen mee gehad. Nee. Ik denk dat het ook aan de stijl ligt, hoe je gooit, weet je wel. Ja. Ik hoor jou dus zeggen dat jij al 4 jaar lang met deze pijlen gooit. Dus ook in die mindere periode. Nooit getwijfeld? Jawel, ik ben wel eens veranderd. Dit zijn de stratospijlen 24 gram. Ik heb af en toe een paar keer geswitcht naar stratospijlen 25 gram. Dat is de onderkant is wat dikker, dus dan ligt het gewicht weer wat anders. En ik ben een aantal keer geswitcht van pijlen, misschien om te proberen, weet je wel, een dagje. Maar dat is, iedereen probeert wel eens wat natuurlijk. Iedereen probeert wel eens wat. Maar uiteindelijk ben ik altijd teruggekomen op dit materiaal. Omdat wat ik hiermee gepresteerd heb, is altijd gewoon goed geweest. Dus ja. Dan moet je meer naar jezelf kijken in plaats van naar je materiaal eigenlijk. Ja.
ik zou zeggen, is tijd nog materiaal in actie te zien. Ik zou zeggen, ga alvast naar het bord achter je toe en dan gaan we de 1001 game spelen. Yes. Nou, maar de 1001 game. Heb je er een beetje zin in? Ja, zeker weten. Wat verwacht je ervan? Ja, dat, het is natuurlijk een momentopname, maar ik heb er gisteravond nog extra op getraind op mijn kamertje, dus ik ga het maar uit zijn best doen. Ja. Ik zou zeggen, ga naar de ochtend toe en maak je er klaar voor. Dat gaan we doen. We gaan 1001 spelen aan de hand van DartCounter. DartCounter loopt mooi onder in Belt B, net als elke week. Wil je nou ook gebruik maken van DartCounter? Druk even op het link hier in de beschrijving en dan lijkt het vanzelf. Ja, dan is ook Mike van Duiven begonnen aan zijn 1001 game. De man die dit jaar een goede kaart heeft gehaald. Hij wordt nu afgeleid door Danny van Trijp, die tevens achter de camera zit. Ik nog even een slokje en dan is hij er klaar voor. Ja, loop maar de okkie toe. En dan gaan we nu toch echt zijn eerste pijl zien. Het leek wel bijna weer een beetje Tartaritis wat hij deed. Maar goed, de eerste pijl zit er weer vloeiend in. Ja, en Mike van Duivenboom, dat kennen we natuurlijk al een tijdje. Want in de Development Tour van 2017 stond hij netjes op 1/6 plek in de eindrangschikking. Op het jeugd-WK mocht het verder nog niet echt bateren. Maar ja, hij heeft natuurlijk ook al een keer de Dutch Open gewonnen. Ja, en natuurlijk wat heel belangrijk is dat hij dit jaar zijn tourkaart heeft gehaald. En dat is toch wel een zeer knappe prestatie. Tevens zien wij de score niet helemaal lekker meelopen onderin. Kunnen wij verder ook niks aan doen. Dit jaar natuurlijk voor het eerst zijn tourkaart gehaald. Dat houdt in dat je op de tour mag spelen tussen de grote jongens. En wat we ook al in het interview zeggen, dat wou nog niet echt boteren. Hij heeft in de Play 7 uit mijn hoofd al een keer tegen Kim Huibrecht gespeeld. Dat ging niet helemaal zoals gepland. Komt hij achter te staan, komt wel goed terug. Maar ja, zoals sommige darters zeggen, daar koop je niks voor. Ik moet nog steeds betalen voor mijn boodschappen. Goed, dat zal iedereen uiteindelijk moeten doen, want Vergerbe betaalt ook nog voor zijn boodschappen. Hij heeft ook op Q-School een hele sterke dag laten zien. De eerste 4 wedstrijden wou het niet lukken. Maar ja, daarna laat hij toch een niveautje zien. Hij zit elke wedstrijd rond de 100 gemiddeld, zelfs een keertje eroverheen. En in de finale speelt hij zeer uitstekend en wint hij nipt met 5-4 van Mannes Rasma. En dat levert hem natuurlijk een tourkaart op. Verder versloeg hij ook op die dag Justin van der Gouw, die natuurlijk ook in deze serie zit. En zijn target was toch echt wel om deze 1001 beter te gooien dan Justin van der Gouw. Maar het wil nog niet echt boteren met de 1001 game. Hij staat maar 15 pijlen op 61 gemiddeld. Dat is niet heel goed. Het is echt hopen op dat de trippeltjes gaan vallen. Ja, wat moeten we nog meer vertellen over Mike van Duivenbode? Dit jaar één keer kwartfinale op de Development Tour, staat 32e. We gaan natuurlijk het laatste weekend tegemoet, aankomend weekend. Ja, natuurlijk tourkaart, tweede dag gehaald. Dat is waarschijnlijk al de 6e keer dat ik dit opnoem. De Development Tour wist hij er 2 te winnen. In 2017 één keer in Hildesheim. En die andere keer ook ergens op de Development Tour. In 2018 was zijn beste prestatie een halve finale op de Development Tour. Maar goed, we weten natuurlijk dat hij last heeft gehad van tartaritis. Dus dat zal nu beter gaan. En we gaan nu meekijken op het bord. En dan zien we toch dat de trippeltjes erg goed vallen. Er zit er wel 2 in de triple 20 en dat is 3. En is dit nou een 180? We gaan even kijken naar het scorebord. Nee, dit was 100, helaas. Dit was 100, of we kijken niet goed. Kijk maar, hij zit wel lekker in de triple hoor. Als je eenmaal zijn trippeltjes gaat gooien, daar komt hij. Ja hoor, 180. Dat is de, volgens mij pas de 2e van deze serie. Dat is toch wel een laag aantal. Helaas was 123, weer geen 180er. 180 hebben we al gezien, ik zie het al. De scorebord loopt niet goed mee, waardoor ik helemaal in de war raak. Hij stond op 55. Zoals het scorebord nu wel goed meeloopt. 55 stond hij net en dan gaat hij in de dubbel 10. En die zit er in de eerste pijl in. Ja, en dan is Van Duivenbode klaar. En dan gaan we even naar de eindklassement kijken. En dan zien we Mike van Duivenbode op een 4e plaats staan. 37 darts, 81 gemiddeld. Met nog 1 speler te gaan staat Danny van Trijp momenteel nog aan de leiding met 29 darts. 1001 game, wat is je gevoel erover? Ja, kan beter. Begon niet zo sterk, maar einde was een stuk beter dan het begin. Goed, 37 pijltjes. Kan beter, maar ik ben een licht. Nou, toen je de triple even gevonden had, vinden ze aardig. Toen vinden ze wel, ja. Hey Mike, ik wil je heel erg bedanken dat jij vandaag de gast wilde zijn in Road to Jumpstick. En we wensen je ontzettend veel succes in Wingen. Ja, dankjewel. Jullie ook hartstikke bedankt. Mike, bedankt. Vond je dit nou een leuk filmpje? Laat even een duimpje achter. Abonneer ik kan hieronder. En dan zien we jullie bij de volgende Road to Jumpstick.